Ik had moeten zeggen pan, pan, maar ik scheid bagger. Bas Oosterbaan, ook bekend als de Friese palingroker, vaart sinds december 2017 met een kajuitjachtje op de Amsterdamse grachten en verkoopt paling, gans en zalm die hij aan boord rookt. Zijn ligplaats is aan de Kadoelen in Amsterdam-Noord en dus moet hij bijna dagelijks het IJ oversteken. Dat ging één keer bijna helemaal fout. Twee maanden geleden, ik voer op het IJ, het was op een zondagmiddag. En ik heb een oude Janmar, een ISA-jacht. Eigenlijk is die al bijna overleden, maar nog niet helemaal. Maar die zondag, ik vaar het IJ op en mijn bootje gaat niet harder dan 6 km per uur. En die grote vrachtschepen, waar ik echt met ontzag iedere keer naar kijk, die gaan met 16 of 18 km varen die als het de raket aan mij voorbij. En midden op het IJ, ik kijk tegen de boeg van de Mercator, stopt mijn motor daarmee. Dus ik meld aan de haven, ik zeg haven Amsterdam, ik heb een probleem. Ja, ik had moeten zeggen pan, pan, maar ik scheet bagger. Ik zeg, mijn motor is erbij gestopt. Waarop de kapitein of de schipper van de Mercator zei, ik heb je gezien. Hij zegt, ik stuur stuurboord uit. En hij ging echt, meteen ontweek hij mij. Nou, in die Mercator, die was denk ik wel 100 meter lang en 6 meter breed. Dus ik heb veel respect voor de schippers en ik ben heel blij dat ze mij niet overvaren zijn. Want dat had zomaar kunnen gebeuren die dag. Dus respect voor de beroepsvaart. Ja, gelukkig doet hij het weer eens goed. Huh? Zeg je? Gelukkig doet hij het weer eens goed. Ja.